In Duitsland is het carnaval op donderdag 4 februari 2016 losgebarsten. In de stad Aken, vlak over de grens met Kerkraden, waren op diverse locaties carnavalsactiviteiten. Bezoekers konden in een tent en in diverse cafeetjes, zowel binnen als buiten carnaval vieren. De opkomst was groot. De kleding was na de activiteiten in Keulen niet aangepast. Sommige Duitse meiden liepen gewoon rond in minirokjes. De Duitse politie diende één keer met minstens 10 auto's en personele bezetting uit te rukken. Een man werd in de boeien geslagen en voordat hij naar het politiepresidium werd afgevoerd, eerst nog door ambulancepersoneel behandeld. In Duitsland vieren ze niet zoals in Nederland op zondag, maandag, dinsdag carnaval, maar vieren ze op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag carnaval. Zaterdag, zondag en maandag wordt uitgetrokken voor diverse optochten. Of de optocht van de Rozenmontagszug maandag in Aken plaatsvindt, is nog niet bekend in verband met de verwachte zeer slechte weersomstandigheden. Dit is Gierbouwers voor Nederland Top Video. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dag.